Eentje uit een heel vreemd land, maar ijzeren hand. Treedt goed op tegen zijn spijker. Ik een filmpje. Ja, laat even zien. Ja, okay. Heel goed. Dit is hem, hè? Ja, dat is een nieuwe trainer. Kijk, ik wil nog een keer... Je kan op een bepaald moment, als je voelt dat je aan het einde van je Latijn bent en dat je moe bent... Ik was afwezig. Tot de linksbuiten, het zit allemaal wel goed. Het gaat om het genot van het publiek. Wat krijg je dan? Een meeslepende voetbalwedstrijd. Waar je echt mee gaat in je gevoel en emotie. Spelvreugde, dat is de beste tactiek. Jezelf in het ritme brengt. Vandaag een runder, omdat men vindt dat je een dikke pluim verdient. Omdat een handjaar met ons hebt volgehouden. De zagende mama's. En de klagende papa's. De koppige kinderen. Het tracteren van de dure kava. En baranja. Dat we verder ons rot en geamuseerd van die jaren, dat weet je wel. Maar we denken er niet alleen over en we gaan nu ons kinderskeel laten zeggen. Yo trainer Jan, ik wil je bedanken voor het fantastische seizoen dat we samen hebben gehad. Het was het leukste en beste seizoen dat we tot nu al gehad hebben. Vorig jaar hadden we een zwak seizoen, maar jij bent blijven geloven in ons. Je bleef u inzetten voor ons en wij genoten weer van het voetballen. Je stond erop dat we ons 100% moesten inzetten en dat we als team moesten spelen. En dat we ons geen zorgen moesten te maken. En dat was ook zo. Wij hebben u terug bedankt door een mooi voetbal te brengen en te winnen. We hebben u ook wel zien glinderen telkens we weer een match wonnen. Jammer dat u het volgende seizoen niet meer als trainer kan hebben. We gaan u hard missen, maar ik denk dat u ons ook wel zal missen. Dus kom gerust eens kijken naar de trainingen van volgend jaar. Dank u wel, trainer Jan. Trainer Bart. Trainer Jan, dank u wel voor het leuke seizoen.
top renners voor dit fantastisch jaar. Bedankt Bart voor het coole seizoen. Dag trainer Jan, ik vond het super leuk om bij jullie te voetballen. Ik vond het leuk om jullie te rennen. En ik ben blij dat je mij hebt overtuigd dat ik nog wil. Want normaal ging ik stoppen en jij hebt mij overtuigd dat ik zou doorvoetballen. Ik vond dat super leuk. Ik heb ervan genoten dat je mij allemaal hebt aangeleerd. En ik hoop dat ik je nog snel terugzien. Salut. Trainer Mathijs hier. Oh ja, dat wist je wel zeker. Maar ik wil nog iets zeggen. Dit seizoen heb ik terug super veel bijgeleerd. Ik heb me rot geamuseerd. En dat is allemaal dankzij jou. Zie! Ja, gelijk dat je onze trainer was. En geleerd dat het samenspel belangrijker is dan... Bedankt voor het mooie seizoen. Yo trainer, het was een leuk seizoen en bedankt. Ik ben Arnaud. Ik ben Eduard. Het was een hele leuke training. Dank u wel. Bedankt trainer Bart voor het leuke voetbal. En tot volgend jaar. Salut. Dank u wel trainer voor het leuke jaar. Dag trainer Jan, ik vond het heel leuk om met jou te trainen. Je hebt ons veel geleerd en je kan echt goed een trainer zijn. Maar jammer genoeg moeten we naar een volgende uur. Je was heel tof, een toffe training. Ik vond jou de leukste trainer ter wereld. Dank je wel. Bedankt voor je leuke training en training Bart. Dank u wel voor het leuke seizoen, trainer Bart. Hallo trainer Bart Jan Riek. Bedankt dat je jullie mij geleerd hebben tot de volgende seizoen. Hoi trainer, mijn Mo. Had je me nog niet gezien? Ik sta achter deze pomp en je bent de toptrainer. Goedenavond allemaal. Welkom op het halen van de Gouden Trainers. We gaan een keer kijken wie de genomineerden zijn. En de genomineerden zijn de trainers van Rassing. En de trainers van Wilsbeken. En de trainers van Zulte-Waregem. En de winnaars zijn... de trainers van Wilsbeken! Proficiat Wilsbeken!